Gisteren was ik natuurlijk uitvaartbegeleidster, maar vandaag ga ik bij de DRS-groep een dag aan het werk als facilitair medewerker. Hallo, ik ben op zoek naar Reo. Dat ben ik. Facilitair medewerker wil zeggen dat wij bedrijven ondersteunen. Te ontzorgen. Het kapotte lampje, het kapotte slotje, de tuin. Dit mag ik allemaal aantrekken. Dit is wat we vandaag gaan doen met jou. Ik heb hier ook voor jou een bus. Oké, helemaal goed. Jij vertrouwt mij met de bus. Zo. Nou, je ziet het, hè? De lamp is kapot. Ja. Belangrijk, veiligheid. Stroom eraf. Oh ja. Kijk, zie je wel. Ja, helemaal goed. Eerst de kwij plat. Daar gaan we nieuwe cilinders in zetten. Cilinders als in de auto? Sloten. Sloten. De kruiskop. Is goed zo, toch? Ja, is goed. En altijd even. Hoppa. Volgende is de buitenlamp vervangen. Ja, heb het. Deze zal ik zelf even doen, Lonneke. Dit is een heel speciale lamp. Die zullen we moeten bestellen. Welkom. We lopen gewoon even een rondje door het gebouw heen. Spoelen even alle wc's door. Ja, even kijken of er geen lekkages zijn geweest. Een rail. Nou is de bedoeling dat dit bord, die gaan we hier weghalen. Ja. En die gaan we daar in een andere spreekkamer terughangen. Wat een lelijk behang. We moeten elk gaatje in een schroef. Ja. Ja, wel een stukje van het lelijke behang winnen. Tada! Super. Je laatste opdracht. Nou. Zet ze zo stevig? Ja. Ja, ik doe 100 dagen, 100 banen, maar eigenlijk doe jij... 365 banen en 365 dagen. Als facilitair medewerker, je moet handig zijn, oplossingsgericht, communicatief natuurlijk. Geen 9 tot 5 mentaliteit, natuurlijk heel flexibel. Oh, kan je knuffelen. Mijn dag als facilitair medewerker zit erop. En morgen ben ik communicatief medewerker.